maar het is nog steeds wel een kind. Juist. Maar de knap is, als dat kind een jongen is, en hij gaat verder met jullie staan en ze blijven misschien voor 4, 5 generaties jullie staan en leven, maar moet een jongen blijven, moet er steeds een zoon worden, want hij brengt diegene voor. En dan aan het einde, misschien de 5e generatie, lijken ze op jullie staan. Maar hij heeft nog steeds die troon en die kopie van die grootvader. Jij bent die original toon. Hij paast die vrouw, kinderen eruit, zijn kloon in een kopie van jou. Dan gaat de wereld dupliceren. Maar het is nog steeds een kloon van die opa. Het is nog steeds zijn zaad. Maar zijn zaad is nu groot geworden, heeft het kind gemaakt, is die weer groot geworden, heeft die kinderen. En dan gaat het zo door. Maar het blijft nog steeds die grote challenge. Dat zijn de strings. Ja? Alleen, de stranger is God. Het is ook belangrijk om God op te zoeken. Want die mensen lezen de Bijbel van de Misschien net als je, als je jouw kleine dag, als het zou zijn,
shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob, rise in the house of Jacob. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. Veel van hen lijken uit, maar ze zijn er niet. Ik zal het zeker uitleggen, hun voortvaders zijn vlakken. Ze weten mensen geen woord, onze mensen veel van elkaar vandaag. Daarom zijn ze niet voor. Maar veel van hun gingen ook samen met die witte mensen zelf liggen. Maar hun gaan we uitroeien. Waarom? Als je een witte man hebt genomen als vrouw en jouw kinderen. Ze lijken misschien donker kleur, maar ze hebben een grote voortvader die wit van is. Van de angels hun voortvader. Dat staat in de boekwerk. Want kijk, wij gaan het niet kunnen zien. Wij zien gewoon een keer eigenlijk van negen of zo. Wij denken, het is een nieuwe. Het is een witman. En dat kind kan alleen met donkere kinderen, donkere vrouwen. Dat is een andere donkere kinderen. Maar het is een dikke kinderen. Maar hij is een zaad. Hij is die sperma. Dus wat gaan de kinderen doen? Toontje Jim. Dat kunnen we ook voor een paar zomer. Ik heb respect voor jullie. Je moet geloven, kom er dan. Ja, ik ben ook geloven. And the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord. Zullen ze possessen? For servants and handmaids. For servants and handmaids. Dat betekent ze gaan ons serveren. En hun vrouwen, van ons bed, wat je zegt, dat is wat ze met onze vrouwen deden. Van hun vrouwen pakken. En hun vrouwen tot ze dood maken. Dat staat in de schriftjes. Wat gaat dat? Dat duiken in de Bijbel. Ja. Your wife shall be wrapping. Nee, dat lopen. And they shall take them captives, whose captives they were. They shall take them captives, whose captives they were. We waren toch captives van die witte mensen. Dat gaan wij nu op de zetten, want dat is tegen de scriptures. Maar wij gaan dat nu niet doen. Waarom? We wachten op de Lord. Want wanneer de Lord ook niet. Wat dacht dat ik? And they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. They shall rule over their oppressors. But the thing what you say, what the angels are doing at the end of the verse, the land of God's mouth, he said, it was Matthew chapter 13, verse 36. Then the Lord Jehovah, then Jesus said the multitude, sent the multitude away and went into the house. And his disciples came unto him, saying, declare unto us the parables of the tares of the field. He answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. That's it, right? But the tares are the children of the wicked one. That's it. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. The harvest is the end of the world. Dus wanneer de end van de witman society komt, want de wereld gaat voor heel veel, alleen de society, de gemeenschap gaat besloten. Dat is dit koninkrijk van Jezus. Oké. Wil je dat? Een heel christelijke The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. And therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Dus dat betekent wat ik die man zegt. Dit zijn de scriptures. Matthew 13 en 14. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Dus wanneer je op een gegeven moment ziet wat de wijk doet, je kan beginnen te lachen. Waarom? We gaan branden. De angels gaan komen. De angels gaan in scheuren in stukjes.
En als de Jezus het niet doet, doen wij. En dan gaan we terug van vandaag, daar staat het in de Bijbel. Je mag ze nog maar anders gaan. Maar we hebben het mag om. Daarom zijn wij hier, kijk, onze mensen een goede educatie. Waarheid. Maar weet je hoe lang wij al hier staan? Van dan heb ik een jaar. En er is weinig. En er is niemand langsgekomen die ons heeft kunnen laten zien van wat je hebt gesteld. Maar wij spreken de waarheid. Isaiah chapter 13, verse 16. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes, their house shall self be spoiled. En their wives ravish. Wat gaan we doen? Hun kinderen gaan we smashen in stukjes, wat ze met onze kinderen deden. Maar wij gaan kijken, wij zelf, jij gaat niet naar dat kindje daar zo achter je kijken en je gaat hem pakken en smashen tegen de steen. Waarom? Het is niet zo, je wilt hem niet killen. Maar wacht maar wanneer de Lord die spirit op je zet, dan ga je die woede krijgen van die slagen, pak slagen wat ze eerst deden. Dan ga je ze scheuren in stukjes met lezen. Want de schriftjes zijn we gaan dansen in hun woede. Waarom? Shit, wat ze met onze princessen hebben gedaan, die haat gaat weer op ons komen, want het is de Most High. Hij gaat de spirit op ons zetten. Hij gaat je laten voelen wat hun voelde. Hij gaat je laten zien wat hun. Hij gaat je laten voelen wat hij voelt. Sorry, ik heb het verkeerd gezegd. Je gaat niet voelen wat hun voelt, je gaat voelen wat hij voelt. Daarom kom ik. Anyway, dan wil je nu laten zien hoe de Lord eruit ziet. Volgens de Bijbel. Son of man, clothed with a garment down to the foot, and a girt about the peps with a golden girdle. Hey, dit gaat hier aan. Dus wanneer ze zeggen, die zogenoemde Jezus is een witte man met slordige stoffelijke kleren en een touwtje op zijn middel, is bullshit. Want in de Bijbel staat hij heeft gevouwde dingen op zijn middel heen. Hij was rijk, maar hij heeft zijn geld weggegeven. Waarom? Dat was niet zijn tijd om rijk te zijn. En daarom heeft hij alles, daarom zijn wij rijk zonder geen geld. Hij heeft al zijn geld aan de kant gezet en hij heeft, ik ben met de vies. Okay. Hij was rijk. Clothed with a garment down to the foot. Daarom hebben we dit van. En a girt about the thefts with a golden girdle. His head and his hair were white like wool, as white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Welke was op de aarde weer haar als een schaap? Hij heeft gewoon een stuk wakker als een schaap. Is het zo op de wal een schaap? Welke was heeft schaap haar? Oké, dan wat zegt de Bijbel dat de zogenoemde Jezus in de Awasha is echt? Dan moet ik weer. His head and his hair were white like wool. As white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Hij had rode ogen, want hij dronk wijn. De reden waarom hij rode ogen had, is omdat hij wijn had. Dus dan gaan ze in de kerk zeggen, je mag geen alcohol drinken. Want de Lord dronk. Je mag wel drinken, maar je moet met mate drinken. Je kan niet drinken, dronken.